En van harte goeiedag en welkom bij deze nieuwe aflevering. Het is de 39ste alweer van deze ATV COVID-19 update. En het is een zeer regenachtige dinsdag. Maar dat mag ons niet stoppen om u vooral de informatie, inzichten, maar vooral updates te brengen van deze COVID-19 pandemie. Niet alleen Suriname betreft, maar de hele wereld. En momenteel zijn er geen COVID-19 positief geteste personen. De teller is gebleven op 10, waarvan 9 COVID-19 genezen verklaard zijn. En 1 persoon is helaas overleden. Er zijn 513 personen nu in quarantaine. En we hebben begrepen in het nieuws vanmorgen dat de repatriatie vaart met de Kanawaima vanuit Guyana met een week is uitgesteld. Dus die personen die zullen komen, die zullen ook in quarantaine worden geplaatst. In totaal is het nu op 513 personen. Vandaag is onze gast niemand minder dan Brian Rente, voorzitter van de Vereniging Surinaamse Bedrijfsleven en ook directeur van Fernandez Botling. Met hem praten we over hoe het bedrijfsleven omgaat met COVID-19. Eigenlijk hoe het bedrijfsleven getroffen is door deze pandemie en hoe we samen eruit moeten gaan. Welkom meneer Rente. Dank u. En voor we naar het hele plaatje gaan, willen we altijd weten hoe u persoonlijk omgaat met de situatie. Nou ja, ik denk dat net als velen persoonlijk eerst de schrik en de bezorgdheid. Je leest het nieuws internationaal. Je maakt je zorgen over de gezondheid van jezelf en je gezin. Ik heb zelf 2 studerende kinderen in Nederland. Dus daar was zeker in het begin veelvuldig contact mee. En naarmate eigenlijk je meer informatie krijgt, maar je ook begint te wennen aan wat we allemaal nu zo makkelijk noemen het nieuwe normaal. Dan komt er wat meer rust. En dan begin je niet alleen zakelijk, maar ook persoonlijk te denken over okay, de toekomst, hoe ziet die eruit. Maar in het begin was dat eigenlijk toch best wel een onrustig gevoel. Ja. En een grote mate van onzekerheid. Ik denk dat dat bij vele mensen het geval was. Ik vind het leuk hoe het nieuwe normaal. Dus gaat u ervan uit dat het leven in Suriname en de wereld nooit anders, nooit meer hetzelfde zal zijn? Ik denk dat er een paar fundamentele veranderingen zullen komen in de wereld en dus ook in Suriname. Veel hangt natuurlijk af van hoe snel vinden we een vaccin voor COVID-19 of medicatie die mensen snel beter kunnen maken. En hoe langer het duurt, hoe langer we zullen moeten doorgaan met een aantal dingen die we nu hebben doorgevoerd. Social distancing, grotere mate van hygiëne. Maar ook al zouden we een vaccin vinden, de deskundigen zeggen, we moeten er rekening mee houden dat ook in de toekomst er weer een andere virus kan opduiken. Dus ik denk dat er een aantal dingen zullen veranderen. Hoe die er precies uit zal zien, dat zal denk ik in de komende maanden beter uitgekristalliseerd worden. Ja, en we zien dat die oude ziektes niet weg zijn, want we zien dat dingen weer opkomt. Dat vooral Latijns-Amerika er ook mee te kampen heeft en wij ook natuurlijk. Ja, ze noemen de dubbele pandemie of de dubbele tegenslag. Ja, ja. En als directeur bij Fernandez Botling, een heel groot bedrijf, hoe gaan jullie om daar? Hoe zijn jullie omgegaan vanaf het begin en nu het een beetje weer vrijer wordt? Hoe gaan jullie ermee om? Nou, we zijn redelijk vroeg bij de Fernandez Groep, hè, want het is niet alleen de Botling, we Precies. hebben meerdere bedrijven binnen de groep. Zijn we begonnen met ons voor te bereiden op de komst van COVID-19 naar Suriname. We zijn ervan uitgegaan dat hoe dan ook, wij ook zullen te maken zouden krijgen met die besmetting. We zijn als eerste begonnen met awareness. Yeah. Onze medewerkers te informeren over dit virus en de mogelijke gevolgen. Yeah. Vervolgens hebben we een aantal, we hebben een taskforce in het leven geroepen. En we hebben een aantal maatregelen vrij vroeg doorgevoerd. Social distancing op de werkplek. Extra schoonmaak van plekken waar er mogelijk een transfer van de virus zou kunnen plaatsvinden. We zijn begonnen met het introduceren van thuiswerken en het stimuleren van thuiswerken. Dat in het kader van het creëren van meer werkruimte op de werkplek, om de social distancing te kunnen handhaven. Maar ook om te voorkomen dat mocht er een uitbraak komen, dat niet meerdere
personen, key personen tegelijkertijd ziek zouden worden en daarmee de continuïteit van het bedrijf in gevaar zouden brengen. Wij zijn uitgegaan van twee scenario's, COVID-19 in Suriname, maar gecontroleerd en een ongecontroleerde verspreiding, waarbij dus de kans op besmetting van je personeel ook groot was. En op basis daarvan hebben we onze protocollen ontwikkeld. En die zijn nu in place en we proberen die zo lang als mogelijk te blijven handhaven. Het grootste uitdaging die je hebt is, het gaat redelijk goed in Suriname als het gaat om de COVID-19 verspreiding. Eigenlijk heel goed tot nu toe. En dan zijn mensen geneigd te verslappen. Precies, ja. Minder alert te zijn. Maar we moeten rekening blijven houden dat we alsnog nog besmettingen kunnen krijgen. Dus daar zijn we continu mee bezig. Oké, ik durf te stellen dat Fernandes voor zeker 75% een productiebedrijf is. En hoe doen jullie dan het thuiswerken? Dat gaat met name het administratief personeel, management, een deel van het verkooppersoneel. Ja. Voor de mensen in de fabriek en daar waar we het grootste risico lopen, de chauffeurs, de verkopers en de merchandisers. Hebben we ook protocollen ontwikkeld. Het gaat met name om te zorgen dragen dat je niet in drukke winkels komt en je werk doet. Yeah. De handwashygiëne maatregelen, die blijven we enforcen. We hebben bepaalde activiteiten die we normaliter in de winkel doen, gedownscaled. Dus minder daarvan uitgevoerd. Ja. Dus kortom, ik denk dat we een redelijk veilig omgeving voor onze medewerkers hebben kunnen creëren. En net als de rest van het bedrijfsleven heeft het ook op Fernandes een financiële impact, neem ik aan. Ja, de impact is natuurlijk tweeledig. We moeten niet vergeten dat het economisch al een stuk moeilijker was voor die COVID-19. En we hadden oplopende koersen sinds medio 2009 begon die koers langzaam omhoog te gaan. Dat is van invloed op de cost of doing business. Importproducten worden duurder, inputs worden duurder uit het buitenland. Besteedbaar inkomen stond al onder druk. Ja. En nu komt COVID-19 erbij. En dat betekent dus dat voor onze lokale economie, dat er een aantal sectoren direct zijn getroffen. Ja. De toeristensector, de horeca, ja. De Suriname Airways, om het te noemen, transport, bustransport. Dus een grote groep mensen hebben eigenlijk van de een op de andere dag is hun inkomen weg te komen vallen. Precies, naar zero gewoon. Gewoon zero, dat heeft impact op alle bedrijven die leveren aan die werknemers, maar ook aan die industrieën, maar ook die werknemers in die industrieën. Ja. Hebben een stuk minder te besteden. Dus dat is het direct effect van COVID-19. Een secundair effect, maar dat ons als natie allemaal gaat treffen, is natuurlijk die dip in die wereldeconomie die we verwachten. De olieprijs is al enorm gekelderd. Dat heeft natuurlijk een combinatie van geopolitieke overwegingen. Ja. En de Arabische olieproducenten, Rusland, Amerika, nou, u kent die krachten. Ja. En natuurlijk ook dat de vraag naar energie enorm is gedropt. Dat heeft natuurlijk gevolgen voor de inkomsten van staatsolie, nou, en daarmee de inkomsten van de staat. Ja. Dus een dubbele slag voor Suriname. Maar we moeten eruit. Ja. Heeft het bedrijfsleven al nagedacht met de overheid? Want je hoort ook in het nieuws vaker dat er een noodfonds komt, dat mensen, bedrijven tegen een kleine rente geld kunnen lenen om een doorstart te maken. Hoe lopen de gesprekken? Zijn er überhaupt gesprekken geweest? Er zijn wat gesprekken geweest, nog niet met de diepgang die wij graag zouden willen. Misschien één stap terug. Nadat we zijn geconfronteerd met COVID-19 besmetting in Suriname, is er een goede beslissing genomen om onze grenzen te sluiten. Ja. Dat heeft mede bijgedragen aan het feit dat we nu behoren tot een van de weinige landen in de wereld die COVID-vrij is. Ja. Dat moeten we zo houden. Dat betekent dat het bewaken van onze landsgrenzen heel belangrijk is.
Zolang de situatie in Guyana en Frans-Guyana en Brazilië niet verbetert, zullen we, en natuurlijk de rest van de wereld, zullen we onze grenzen gesloten moeten blijven houden. Maar tegelijkertijd hebben we gezegd, begin dan langzaam maar zeker je, wat wij noemen de interne economie open te gooien. Begin een aantal activiteiten weer op te starten. Ja. Omdat de beste manier om bedrijven die direct zijn getroffen door het COVID-19 te helpen, is door hun weer in gelegenheid te stellen om geld te verdienen. Ja, dus we hebben een uitgebreide brief geschreven waarin we adviseren, met inachtneming van de adviezen van de medische deskundigen, om stapsgewijs de economie weer open te gooien. Op basis van goed beschreven protocollen. Wat bedoelen we daarmee? Ik geef dat even als voorbeeld. Oké, u mag uw terrasje, uw restaurant weer open doen, maar u moet kunnen aantonen dat u social distancing kan hanteren, dat u een goed schoonmaakplan heeft, dat uw personeel goed begrijpt wat de risico's zijn. En dat moet worden vastgelegd en daarop moet zo'n restaurant worden gecontroleerd. Ja. Maar op die manier kan tenminste weer de mensen die wat geld te besteden hebben weer gaan en wat geld gaan uitgeven. Bustransport. Dat hebben we nodig om mensen naar het werk te brengen, om mensen naar school te brengen. Ook daar op basis van goed uitgeschreven protocollen, waarbij overtreding daarvan sancties zijn, denken wij dat je langzaam maar zeker die economie kan opengooien. Ja. We vragen aandacht voor school. Laat dit niet een verloren schooljaar zijn, anders zullen we de gevolgen nog jaren hierna volgen. Dus dat is ons concrete voorstel. Nu heeft de regering een aantal maatregelen aangekondigd. Precies, ja. We hebben ze nog niet helemaal bestudeerd. Mijn eerste reactie is dat er veel focus is geweest op direct behoeftige ondersteuning te geven. Ik kan me goed voorstellen dat sociaal, maatschappelijk, maar ook politiek wenselijk is. We zien onvoldoende maatregelen terug om direct de private sector te ondersteunen. Ja. Dat is nog allemaal te vaag. Productiefonds ter stimulering en diversificatie zijn mooie woorden, maar we weten allemaal dat een lang proces is. Ja. We hebben het de afgelopen 50 jaar niet kunnen doen, dus we gaan het niet in de komende 6 maanden doen. Precies. We hadden liever gezien dat er wat maatregelen waren die direct bedrijven die nu getroffen zijn, ik noem al de horecasector, toerismesector die geen inkomsten hebben, om die direct te hebben, hetzij met fiscale maatregelen, hetzij met directe financiële middelen. Dus ik denk met de combinatie van een beter fonds voor de private sector en het langzaam openstellen van onze economie, dat we in ieder geval op de korte termijn de pijn een beetje kunnen verzachten. Mm-hmm. En vervolgens naar een structureel aanpassingsprogramma om ons vanuit die enorme dip langzaam maar zeker naar... Die zal er moeten komen. Ik zie geen andere keus. De overheid die heeft een enorm begrotingstekort. Onze monetaire reserves zijn letterlijk negatief. Er is geen grote inkomstenbron anders dan goud die in de komende 2-3 jaren die dat grote gat gaat opvullen. Dus je zal moeten bezuinigen, slim moeten bezuinigen. Je zal op een transparante, slimme manier moeten kijken. Hoe kan ik extra inkomsten genereren? Ja. En we gaan de pijn moeten we zo eerlijk mogelijk verdelen. Oké, ja. En de regering heeft toch recent wat belastingverlagende maatregelen getroffen. Zo zullen bijvoorbeeld het stukje van die 125 is verhoogd naar 750. Ja. Dat is toch wel een... Significant. Ik kom niet dat het Jorka Soepo is, dat je zegt dat... maar goed, ik bedoel, ik begrijp het. Het is heel sympathiek. Het helpt natuurlijk als mensen meer geld in hun zak kunnen overhouden. Waar wij wel voor hebben gepleit, het moet transparant zijn. Het moet vooral mensen die netjes hun belasting hebben betaald, moet het grootste voordeel hebben. Of mensen die het echt nodig hebben. Ja. En als dat gebeurt, dan denk ik dat het een enorme hulp is. Oké, mooi. En jullie zijn ook partner bij Sifosu. De Sifosu-actie heeft toch wel wat mooi geld in het laadje gebracht. Wat houdt dat in het kort? Goed, dus er is een initiatief geweest van 2-3 particuliere ondernemers. En om geld
te verzamelen om met name onze intensive care capaciteit te verhogen. Het grootste risico wat waren onze gezondheidszorg. Heeft het dan natuurlijk al moeilijk. We zijn allemaal bekend met de problemen over te late betalingen voor ziekenhuizen, te weinig geïnvesteerd. Maar de grootste zorg bij de deskundigen was dat als wij plotseling een grote uitbraak zouden krijgen van COVID-19, dat de belasting van de intensive care te groot zou zijn, want we hebben maar 15 bedden, 25 bedden, sorry. En dat dan we zouden te maken krijgen met niet-COVID doden, omdat een grote de belasting zou zijn. Ja. Dus we hebben enorm veel energie gestopt om gelden te verzamelen en om de intensive care capaciteit te verhogen, zodat als er een piek mocht komen, we dat zouden kunnen opvangen. Daarom zijn we nu ook iets optimistischer over het geleidelijk aan openstellen van de economie, het versoepelen van de COVID-maatregelen. Omdat mocht er toch nog sprake zijn van COVID-besmettingen, we in ieder geval een betere capaciteit hebben om patiënten die het nodig hebben op te vangen in het intensive. Verwacht u nog een piek of zegt u van we hebben het al gehad? Ik ben geen deskundige op dat gebied. Dus alles wat ik zeg moet u eigenlijk met een grote disclaimer. Ik lees net als ieder ander lees ik wat er gebeurt in de wereld en wat er bekend wordt over het virus. Langzaam maar zeker hoor je steeds meer geluiden die zeggen dat mogelijk ons klimaat, hoge UV-straling, hoge vochtigheid, een natuurlijke barrier is voor een hele snelle verspreiding van het virus. Alhoewel we in Frans-Guyana en in Guyana toch toenames ziet, zie je dus niet die curve die je hebt gezien in andere landen, die groeicurve. In Brazilië heb je wel besmettingen, vooral zuidelijk, in de koudere streken is het epicentrum. Dus ik hoop dat deze informatie die nu steeds beter zichtbaar wordt naarmate men meer statistieken heeft, inderdaad klopt. Dat zal ons helpen om te voorkomen dat er een grote uitbraak plaatsvindt. Okay. Desalniettemin, omdat we dat niet zeker weten, en ik herhaal, ik ben geen deskundige, dus een grote disclaimer, moeten we heel voorzichtig blijven en moeten we een aantal van de maatregelen regelen, zoals het sluiten van de grenzen, blijven handhaven. En onze toekomst ziet er goed uit, ook van Fernandes, het totaal bedrijfsleven. Nee, ik denk niet dat de toekomst er goed uitziet. We hebben al eerder gezegd dat wat ons betreft het bedrijfsleven amper hersteld is van de klap die we hebben gehad in 2016, 17. Enorme devaluatie met meer dan 100%. Besteedbaar inkomen van consumenten enorm afgenomen. En er zijn heel wat bedrijven afhankelijk van die binnenlandse markt. Overheidstekort, de overheid is zelf ook een grote afnemer van producten en diensten. Ja. Dat is ook afgenomen. En we langzaam herstellen. 2018 begon het herstel, 2019 een redelijk goed jaar. Om vervolgens weer eind 2019 eigenlijk hetzelfde patroon te zien wat we zagen in 2015 en 2016. Okay. Het hangt er helemaal vanaf hoe het herstructureringsplan eruit ziet. Ik denk dat als er een goed herstructureringsplan komt, samengesteld door de nationale, middels nationaal dialoog met alle sociale partners, dat we binnen 2-3 jaar die economie weer op poten kunnen zetten en ons kunnen voorbereiden op de periode na 2025, wanneer we gaan genieten van de olieinkomsten van offshore. Dank u wel. Graag gedaan. Dat is heel mooi. Dat waren hele hoopvolle eindwoorden van onze gast vandaag, Brian Rente. Dank u wel voor uw komst naar de studio en dank u wel voor dit gesprek. Graag. En zo zijn we gekomen aan het einde van ook deze 39e aflevering van ATV COVID-19 Update. Ja, we blijven het benadrukken. Was je handen, hou die sociale afstand, social distancing, 1,5 tot 2 meter. En vermijd fysiek contact en probeer. We zien dat de overheid de maatregelen heeft versoepeld. Komen steeds meer bedrijven proberen steeds
meer de werkzaamheden te herstellen. En dat is een goed teken, maar zoals de heer Rente eerder aangaf, we moeten niet verslappen, want anders kunnen we zo weer in een dip vervallen. Ik wil ook nog feliciteren, een van onze gasten is vandaag jarig, hij is 60 jaar vandaag. En dat is Jim Bean, we feliciteren Jim Bean vanuit deze plaats. Ik wens u een hele fijne dag verder en tot morgen met de 40ste aflevering van ATV 19 COVID-update. Dag.